Nou, het hindoeïsme is kleurrijk. Het hindoeïsme is geen geloof. De Sanatana Dharma is een geloof. Maar hindoeïsme, je bent gewoon geboren en getogen als hindoe. Wij zijn geboren in Suriname. Maar de voorouders van ons komen uit India. En die hebben wat meegenomen. Dus uit respect moet je je geloof en het hindoe zijn, moet je trots zijn. Want ik ben trots als een hindoe. En alles wat je van huis meekrijgt, neem je mee. Dat draag je ook je kinderen te geven. Maar tegenwoordig, als je de jongelui van nu vraagt, dan is het vraag waarom? Waarom het beeld? Waarom mag je dit niet? Waarom mag je dat niet? Dus als een hindoe ben je wel trots, maar je moet ook denken, het is een andere tijd. We leven in een andere tijd. Goed, dat wil niet zeggen dat je in een andere tijd bent, of je in Nederland woont of in Suriname, dat je anders moet denken. De schoolboeken veranderen, maar de Bijbel verandert niet. De mens verandert. Het jeugd van tegenwoordig verandert. Maar achteraf zien ze wat geloof is. Het respect, waarden en normen waarover wij vaker hebben. De waarden en normen. En het geloof, als je diep in gelooft, al ga je naar een moskee. Als ik moet buigen, dan moet je buigen. Als je moet knielen, kniel je. Als je je schoenen moet weghalen, moet je doen. Want daarvan ga je niet dood. Dat doet je niet pijn. Het enige wat je kennis mee kan nemen, moet je meenemen. En wat je niet leuk vindt, moet je daar laten. Kijk, de jongeren maken heel veel gebruik van een tempel en een kerk. Waarom? Als ze examen moeten maken, dan komen ze ook. Dan komen ze hier bidden. O God, geef mij zegen, steun mij. Ik ga morgen naar rijles examen. Of ik ben vandaag jarig. Daarom, dus de kerk is heel goed en belangrijk. Dit is ook voor de jongeren, anders gaat alles kwijt. Als we dit wegdoen, de kerk en zo, dan hebben ze niks hier in Eindhoven of in Nederland. Dus dan gaan ze ergens anders. Nee, daarom moeten we zorgen dat we in de buurt ook iets hebben. Daarom, een mandir, een kerk, een hindoe kerk, de deuren staan altijd open. Voor wie dan ook.